Gegroet internet, mijn naam is Phoenix Star. Tof dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Mario Galaxy 2. We gaan gewoon gelijk beginnen. De vorige keer zijn we begonnen in de Sky Station Galaxy en die gaan we vandaag wel even afmaken. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Storming the Sky Fleet is de volgende galaxy die we gaan bezoeken. En de bedoeling is gewoon heel simpel. De luchtvloot te bestormen. Zo simpel is het. Eigenlijk. Laten we gewoon beginnen. Welcome to the galaxy, my friends. De bedoeling is eigenlijk gewoon vrij simpel. We moeten ergens een doorgang kunnen vinden naar de andere kant van deze galaxy. In de tussentijd gaan we even Starbits verzamelen. Deze rolling chain chops, ik vind het zo... Dit vind ik nou serieus best wel redelijk grappig om te zien. Kijk die chain chops eens even lekker rollen dan. Oh ja, deze bullshit weer. Deze Luma's die krijgen het constant voor elkaar om zichzelf gevangen te nemen. Dus het is aan ons de taak om ze te redden uit deze gevangenis van hun. Als het goed is, zit die sleutel die we nodig hebben in deze kist. Nee, wel een regenboogster. Dat is super chill, want dan kunnen we namelijk zo snel mogelijk allemaal fantastische... Oh, hij is wel gevangen genomen door een Chainchomp-achtig ding of zo. Ik weet niet eens hoe deze dingen heten in deze game, joh. Ik dacht altijd dat het Chainchomps waren hier, maar... Ik twijfel er wel enorm over momenteel, zeg maar. Laat ik eerst wel even deze guy doodmaken met mijn Rainbow Star voordat mijn Rainbow Star opraakt, zeg maar. Dat zou zeg maar ook wel een beetje zo erg tof zijn. Ik zeg dat echt vaak, deze video, zeg maar. Ik weet niet waarom, maar oké. Laten we in ieder geval even met deze Luma praten. Je hebt het wederom voor elkaar gekregen om eventjes jezelf gevangen te nemen. Want in Super Mario Galaxy 1 kregen ze het constant voor elkaar om zichzelf gevangen te laten nemen. En blijkbaar hebben ze hun lesje nog niet geleerd. En blijven ze zichzelf maar gevangen laten nemen. Oké, is goed, is goed. Nu is het hier ook de bedoeling dat we ergens een regenboogster vinden. Of in ieder geval een doorgang naar binnen hier al. Dat is, dacht ik, hier. Ja. En nu kunnen we hier beneden verder. In een soort 2D perspectief. Terwijl we allemaal Starbits gaan verzamelen hier binnen. Yo, kijk al die Starbits. Woehoe. Daar ben ik serieus best wel heel erg blij mee. Dat we al die Starbits kunnen vinden. Voor mij was het ook zo dat je een bepaalde hoeveelheid Starbits nodig had om een leven te kunnen verkrijgen hier. Ik weet niet precies meer hoeveel je nodig had ervoor, maar... Volgens mij had je er 50 nodig of zo. Ik zit het echt nog allemaal een beetje uit te zoeken. Want ik heb dit spel nogmaals... niet heel... ik heb dit spel al een hele tijd niet meer gespeeld, zeg maar. Dus ik moet echt nog wel gaan kijken. Eens even kijken. Volgens mij moest hij hier naar boven. Dat kan niet eens, joh. Wat doe ik allemaal? Geen idee. Gewoon een beetje ronddurpen en zien wat er gebeurt. Hoppa! Ja hoor. Al de Starbits in het spel. Je verzamelt er best wel heel erg veel. En dat, ja, je hebt ze ook best wel nodig eigenlijk in deze game, deze Starbits. Daarom verzamel ik er ook best wel heel erg veel. Inderdaad. Oké, boom. Volgens mij is dat gat nog niet gedicht, though. Komen er nog steeds allemaal Mike en Bills uit. Ja, daar zijn ze, daar zijn ze. Watch out. De Cosmic Clones. Oh ja, dat is ook weer een ding. Super Mario Galaxy 2 introduceerde namelijk ook een heel erg interessant wezen, namelijk de Cosmic Clone. Die volgt je alle kanten op, zeg maar. Hij doet precies na wat jij doet. En het vervelende daaraan is, zeg maar, dat ze je ook, als je, zeg maar, als dat ze je weet te vangen, dan ben je fucked, natuurlijk. Ik weet niet, volgens mij ging je dan niet meteen dood, maar... ja, ze doen in ieder geval wel damage. Het gaat alweer helemaal nergens over deze video. Ik weet niet eens meer. Ik kom gewoon heel erg moeilijk aan mijn woorden ook. Dat is ook eventjes het hele ding hiervan. Nu moet ik een beetje opschieten. Hier. Want er komt namelijk een Magnum Bill uit het enorme gat. Kijk, daar komt hij. En boom. En daar is een enorme piranha plant. Als ik die dood maak, dan... is het, als het goed is, de bedoeling dat hier een sleutel uitkomt, inderdaad. En daar zit dan vervolgens de Power Star in. Waarom ze het, waarom ze ervoor hebben gekozen om die Power Star, daar in die kooi te stoppen, geen idee.
Ik denk dat ze dachten dat dat serieus een goed idee zou zijn geweest. Dat heb ik ook nog maar net overleefd. Ik zat echt op het randje gewoon. Holy shit. Daar heb ik echt heel erg veel geluk gehad. Ik ben in ieder geval blij mee dat ik dit hoppakee zo gehaald heb. Hoppakee. Storming the Skyfleet, Sky Station Galaxy. We hebben deze galaxy ook weer al even gedaan. Maar we zijn voorlopig nog niet klaar in de Sky Station Galaxy. Als het goed is, moeten we namelijk ook nog een komeet halen daar. En er zijn nog green stars te verkrijgen in dit spel. Maar dat is ook weer een ding. Als dat je een comet medal te vinden krijgt in alle levels hier, in alle galaxies, dan heb je nog de zogenaamde comets die je moet gaan halen. En dan heb je nog de green stars. Haal alles in deze hele game en dan kun je de perfect run gaan spelen. Of dat ik zo ver wil gaan, nee. Maar het zou wel leuk zijn als ik dat voor elkaar krijg. Maar ik ben niet enigszins van plan om alle comets te halen. Zou eventueel wel leuk zijn om te doen, maar not too sure about it. Want als ik dit spel 100% zou moeten uitspelen, dan moet ik dus wel heel erg veel... Het kost ontzettend veel moeite en ontzettend veel tijd. En deze serie wordt al lang genoeg zoals die is, zeg maar. Want als ik überhaupt het spel 100% wil uitspelen, nogmaals, alle Power Stars moet ik van zichzelf al halen. Dan moet ik nog alle Comet Medals zien te vinden in elk level. Wat ook nog best wel heel erg veel werk kost. Daar heb je Yoshi. Die zit ook gevangen. En meer gevangen dan dat hij ooit zat in Mario World, zeg maar. Want hij zit daar gewoon in een kooi opgesloten of zo. En niet eens zo erg goed. Ze heeft niet eens een sleutel nodig. Het enige wat je moet doen is Kamek doodmaken en hoppakee, daar is hij. Yoshi, my boy! Ik vind het zo mooi dat hij in dit spel daadwerkelijk wederom terug is. Leuk feitje over Yoshi trouwens. Er is een tv-show van Super Mario World gecreëerd. Gewoon letterlijk Super Mario World heet de tv-serie. Niet heel erg bijzonder, maar op zich wel leuk om te weten, denk ik. Super Mario World was een ontzettend leuke cartoon. Ik heb hem best wel heel erg veel gezien. En in die serie had Yoshi een klein beetje moeite met praten, zeg maar. Hij praat constant in de derde persoon en... zijn Engels was niet heel erg perfect, zeg maar. Daar komt het ongeveer op neer. Het was een beetje roestig. En in deze game praat hij gewoon heel vloeiend normaal Engels. I don't know, ik dacht dat het even interessant was om te vermelden of zo. Geen idee. Die tong van hem is ontzettend flexibel trouwens. Als dat hij gewoon... Hoppakee, de bocht omgegaan. Yoshi is overigens wel een van mijn favoriete Nintendo-personages. Dus als dat er mensen zijn die het kanaal voor de allereerste keer zien en die geen idee hebben wie mijn favoriete Nintendo-personage is, Yoshi. Sowieso. Ik bedoel, het is een freaking dinosaur die alles opeet wat hij tegenkomt. Dat is freaking awesome. I love it. Oké. We moeten zo meteen deze enorme gouden stuk fruit opeten. Toen ik hier, de eerste keer dat ik hier kwam, wist ik niet eens wat de bedoeling was. Ik dacht gewoon van, yo, eet hem even zo op. Kan dus niet. Je moet hem vasthouden. En hoppakee, daar gaat hij. Dan komt er een shitload aan Starbits uit. En daar komen allemaal Starbits uit het vulkaan. En die gaan we wel eventjes allemaal pakken. Hoppakee. Dan krijg je ook, als het goed is... Ah, jammer. Geen life. Geen leven. Dat dan weer net niet. Nu wel, als het goed is. Ja hoor, daar is hij. Kijk wat we hieruit kunnen krijgen. Die dicebox, die zijn altijd wel leuk. Ik heb er altijd wel leuk geluk mee. Ja hoor, leven erbij. Oh, mijn geluk in dit spel. Fantastisch. Nu ben ik ook wel eens benieuwd hoe die launch star daarin heeft gepast. Want dat kristal was niet heel erg gek groot, zeg maar. Maar goed, dat is niet eens mijn allergrootste zorg hier. In deze. Oh, daar kun je blijkbaar ook een leven van krijgen. Als dat Yoshi heel erg veel dingen eet of zo. Oké, dat is leuk om te weten, I guess. Wat het vervelende is aan deze Mario-spellen. Kijk, ik kan dit spel hier en nu gaan afsluiten. Dat kan. Maar als ik dat doe, dan ben ik ook gelijk al mijn levens kwijt. En dat is een beetje heel erg zonde. Want ik heb momenteel 19 levens.
En als dat ik het spel zo meteen afsluit. En ik start het spel opnieuw op. Dan heb ik weer gewoon 4 levens, zeg maar. Dus dan heb je ongeveer net zoveel levens als dat je. Als waar je het spel mee bent begonnen. En dat is heel erg vervelend. Want dat betekent namelijk dat je ook veel sneller dood kan gaan. En stel nou dat je in een best wel erg lastige situatie bent gekomen. Je bent bij een level terechtgekomen die pokken moeilijk is. Ja, dat moet je maar even zien te halen. Zonder, zeg maar, game over te gaan. Dat is niet echt bepaald makkelijk als dat je een heel erg moeilijk level hebt. Zoals bijvoorbeeld de Perfect Run. Daar moet je dan vervolgens 4... Dat moet je doen met 4 levens. Ik kan me wel voorstellen dat er een aantal mensen waren die er best wel heel erg gefrustreerd om raakten toen ze het spel speelden. Ik zou er ook absoluut niet vrolijk van worden als ik dat zou meemaken, zeg maar. Maar ja. Of we dat gaan meemaken, dat valt nog maar te bezien. Moeten we nog meemaken. Die vliegende Goomba's zijn geweldig trouwens. Ik weet niet eens of dat... hadden we vliegende Goomba's in andere Mario spellen? Ja, we hadden, dacht ik, Super Mario Bros. 3. Maar daar stuiterden de Goomba's meer dan dat ze daadwerkelijk vlogen. Dus ik tel dat niet echt als vliegende Goomba's. Dus, ja, dat. I don't know, man. I don't know. Kan ik die one-up vanaf hier gewoon opeten? Nee, dat kan niet. Shit. Had ik wel leuk gevonden, though, als dat je die leven ook gewoon kon opeten. Oh man. Zoveel geweldigs in dit spel te vinden. Ik zit ook gewoon oprecht te genieten hier al. Het is gewoon een leuke game. Ik heb het al eerder gezegd in de vorige video, maar serieus, als je een Wii hebt, koop de Super Mario Galaxy spellen. Ze zijn het absoluut waard. Hoppakee. En zo zijn we weer een Power Star rijker, mensen. Ik moet er alleen even voorbij zien te komen. Hop! Bam, bam, parapapam. Tadadu. Blijft heerlijk om dit spel gewoon te spelen. Zullen we nog een leveltje doen? We gaan nog een leveltje doen. Ik vind het helemaal goed. En daarmee hebben we 3 Power Stars. En als het goed is, kunnen we dan gelijk verder naar de volgende galaxy. Als het goed is in ieder geval. Ja hoor, we hebben weer een galaxy vrijgespeeld. En een Hungry Luma. Die Hungry Luma's die zijn best wel heel erg geinig om te hebben. Want dan kun je namelijk extra galaxies uitspelen. In Mario Galaxy 1 had je een hele leuke. Dan had je zeg maar een level die volledig gebaseerd is op taartjes, zeg maar. En dat vond ik wel een leuke. Dat is misschien wel een level voor Yoshi. Want Yoshi die heeft werkelijk waar altijd honger, zeg maar. Een beetje net als Kirby. Kirby en Yoshi zijn, als je erover nadenkt, bijna hetzelfde personage. Het enige verschil is dat Kirby daadwerkelijk heel erg veel mooie krachten krijgt van de wezens die hij opeet. En Yoshi niet. Yoshi's kracht is gewoon dat hij alles opeet wat hij tegenkomt. Dat is super geinig. Ik vind het gewoon best wel leuk eigenlijk. In ieder geval, het volgende level is een en al Spinies. Dus daar moeten we even voor op gaan passen. Oh. Hallo Yoshi. Tof dat je er ook weer bij bent, maatje. Laten we even die laken toe even te grazen nemen. Lijkt mij wel een goed plan in ieder geval. Oh, ik heb echt een gloeiende hekel aan laken toe. Hij is echt gewoon the worst ever. Hop. Hebben we daar ook geen last meer van. Dan gaan we ook gelijk even deze pakken. En hop! En wat heb jij te doen? Zo, wat heb jij te zeggen, Luma? Even Yoshi can eat one of those pointy things, can he? Nee, dat kan niet inderdaad. Yoshi kan wel heel veel opeten, maar die spinies daarentegen weer net niet. Wat best wel erg jammer is. Alhoewel, ik kan me best wel voorstellen dat het ook niet heel erg goed is voor zijn spijsvertering. Ik bedoel, punten, al die spikes, zeg maar. Dat kan niet gezond zijn. Dat kan gewoon niet gezond zijn voor je spijsvertering, kan ik me wel voorstellen. Uh,
Volgens mij kan Yoshi die Luma's ook niet opeten. Dat zou wel eigenlijk best wel leuk geweest zijn als dat je die mogelijkheid had. Oh, dat is wel jammer. Ik wilde gaan vliegen met die andere Launch Star, maar dat kan blijkbaar niet. Shit. Dat is wel leuk geweest eigenlijk. Munten kun je trouwens ook verzamelen in deze game. Eén ding wat ik altijd best wel erg jammer vond aan Mario Galaxy 1... was dat je niet de mogelijkheid had, zeg maar, om munten te verzamelen in die game. Je had wel de mogelijkheid om starbits te verzamelen, maar heel erg gek veel had je niet aan die starbits, zeg maar. Verzamelen wel, maar je kon daar vervolgens niks mee. En dat vond ik altijd best wel erg jammer. Oh, kom op. Laten we eventjes een Spiny de goede kant op gooien. Even hop. En schiet. Hoppakee. En als het goed is, komen we hier ook gelijk bij onze eerste bossfight aan. Wat een Lakitu blijkt te zijn. Dit is koning Lakitu. En dit is waarschijnlijk ook de reden waarom de meeste Lakitu's zo verschrikkelijk hostile, zo gevaarlijk zijn voor Mario en Yoshi. Even goed. De bedoeling is, zeg maar, dat we die Spinies opvangen en naar de koning gooien. Dat is all there is to it. Dat is de hele boss fight, zeg maar. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Hoe is die koning ooit zo freaking dik geworden? Ik vraag het me serieus af. Hoe is die koning ooit zo dik geworden als dat hij is? Het kan toch niet zomaar zijn dat hij zo uit het niets is geworden? Dat kan ik me echt niet voorstellen, zeg maar. Zoveel starbits die je in dit spel kan krijgen ook. Heerlijk. Laten we gewoon al even... Boy, of zo, geen idee. Schieten. En dood is hij. Als het goed is. Hij is te zwaar, zelfs voor de wolk. En zo is hij dood. Heel veel dood in deze game eigenlijk. Dood en verderf, daar doen we het voor. Daar spelen we Mario voor. This is supposed to be a kids game, right? Ik zie ook heel erg veel Disney films waar heel veel bad guys doodgaan, zeg maar. Een van de er was één film, één animatiefilm die specifiek gemaakt is voor kinderen die, waar gewoon de dood best wel heel erg is om te zien. Dat is, zeg maar, de dood van de villain, de Storm King van My Little Pony The Movie. Die was in steen veranderd en die viel, zeg maar, boem op de grond. En die zag je ook gewoon in miljoenen stukjes breken, zeg maar. Ik vond het ontzettend grappig om te zien. En ik dacht van, ja... Okay, that certainly happened. In ieder geval, dat was het dan voor deze aflevering van Super Mario Galaxy. Ik ga even met mijn boy Yoshi een beetje ronddurpen hier ook. Terwijl ik wat starbits verzamel en... wij zien elkaar uiteraard weer in de volgende video. Ik bedank je voor het kijken naar deze aflevering van Super Mario Galaxy. Dat heb ik al gezegd. Of niet. Heb ik dat al gezegd? Nee, nou ja, het zal wel. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken naar deze aflevering. Als je van hebt genoten, dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Sluit je aan bij onze notificatiesquad. We nog veel meer wekelijkse video's. En daarmee zeg ik, heb nog een prettige dag verder. En wij zien elkaar terug bij de volgende video. Dit is Phoenix Star, signing out.